Maxime en Leroy die zouden een chateauwaardig paleisje hebben gevonden om in te wijnen. Nou, en waar staat het en hoe ziet het eruit? Weten we dat? Nou, we wisten natuurlijk dat ze op zoek waren. En Noordwijk kwam eigenlijk gelijk wel bovendrijven. Dat is natuurlijk de plek waar ze opgegroeid is, Maxime. Ah. En zijn daar rustig aan het rondkijken geweest. De ouders die zijn ook aan het rondkijken, ook in Noordwijk. Maar zijn nog met bezichtigen bezig. Maar zij hebben al wat meer haast gemaakt. Leroy heeft zijn appartement in Hoofddorp verkocht. Goed verkocht ook, met een leuke overwaarde. Dus ze zijn samen op zoek gegaan en zijn deze prachtige 201 kapwoning. Maar zij zijn, even, je gaat heel erg snel. Oh. Maar zij zijn echt heel zeker van hun zaken. Dat hij gewoon appartement ook al heeft verkocht. Je hebt vaak dat je dan denkt, nou, hou ik dan nog even aan. Nee, zien hoe het loopt. Ja, ben ik alleen zo. Als het goed is, eraf van die. En als het goed is, is het goed. Ik bedoel, en als je dan ook nog eens keer een huis tegenkomt waarvan je denkt, het voldoet aan al onze eisen. Ik krijg wel een beetje het gevoel, huisje, boompje. Oh. Babytje? Nou, suggereer jij hier? Nou, ik suggereer. Nou ja, maar ik bedoel, dit lijkt mij dan wel de volgende stap. En helemaal, we hadden het er net samen al even over. Het is echt een waanzinnig mooi huis. Helemaal af, 3 slaapkamers, inloopkast, fantastisch interieur. Dat wij zeiden, van, nou, het is niet een klushuis of niet een ding. Ik kan me voorstellen als je uit Hengelo komt en zoveel gezeur over je hebt gehad bij dat huis daar natuurlijk. Dat dit ontzettend lekker. Ik ga nu echt enorm speculeren. Maar goed, het is geen geheim dat zij eerder heeft aangegeven heel graag een broertje of zusje te willen natuurlijk voor de kleine. Ja, maar we weten het niet, maar het zou me niks verbazen. Nee, precies, want het zit zo goed tussen die twee. Ze zijn zo stralend met elkaar. Je hebt onlangs toch nog met Leroy gedraaid? Kon je niet iets? Ik probeerde iets te ontfutselen aan hem. En ik verbeeld mij van alles in. Ik denk al, dat is al zover. Maar wat verhuizen die mensen wel in hun leven? Een eigen verhuiswagen zou een goede investering zijn. Nee, maar ik denk dat dit Noordwijk-verhaal wel terug naar de roots, dat dit wel een stabiele basis weer gaat worden. Ja. En Erika en Martien daar ook naartoe. Natuurlijk. Die komen er wel achteraan, denk ik, ja. Ja, want ik dacht dat zij ook nog een soort van hun straal in heel Nederland hadden staan. Maar dat wordt dus ook nog even Noordwijk. De bezichtigingen zijn bezig. Maar waar het precies gaat zijn, dat komt ook. Ja, met 2 dochters in Noordwijk straks kan het bijna anders, toch? Ja, en dan gaan ze samen ook natuurlijk een programma maken. Maxime en, hoe heet ze ook weer? Montana, de 2 dames. Ja, die gaan samen nog eens doen. Dus het wordt in ieder geval een intensieve periode, maar ze blijven gezellig allemaal bij elkaar. Maar ze kunnen er zo in. Prachtig huis, dus...